Hartelijk welkom hier vanochtend in de collegezaal van de gemeente Woerden. U ziet hier niet alleen het college van de gemeente Woerden zitten, maar ook de burgemeester van Oudewater. Omdat wij toch iets aan te kondigen hebben. Wij hadden hier graag een primeur van willen maken, dat zult u begrijpen, op deze dinsdagochtend. Maar ja, het nieuws gaat soms zo snel en gemeentehuizen, nou, die hebben gaten en kieren, zal ik maar zeggen. Daar loopt het nieuws als het ware doorweg. En het lag al eigenlijk op straat voordat we er zelf erg in hadden. Wat ook weer een hele hoop reacties heeft uitgelokt. Ook reacties in de gemeente Oudewater, ook van burgers. En van één bepaalde reactie, u zult begrijpen dat ik daar echt afstand van wil nemen. Ik wil dat als eerste eventjes zeggen, omdat dat gewoon buitengewoon ongepaste reactie was. Om een vergelijk te maken met de Tweede Wereldoorlog. Daar is hier absoluut geen sprake van. En voor degene die zeg maar nog niet goed hebben gekeken naar de filmpjes, zou ik, nee, dan moet u nou eens naar Woerden TV kijken. Daar zit even een kleine reactie die Woerden TV in Oudewater heeft gemaakt. Aan het eind van een vergadering van een serviceclub. We zullen maar zeggen dat de wijsheid zat niet meer in de mand, maar in de kam. Even kijken. We hebben besloten als gemeente Woerden en Oudewater om één gemeenschappelijke ambtelijke organisatie op te zetten. Dat is eigenlijk gekomen door een initiatief wat de gemeente IJsselstein heeft genomen. Het zogenaamde Lopiker Waardoverleg. Dat is al 2 jaar aan de gang. Waarbij 5 gemeenten hebben gekeken van wat zouden we voor elkaar kunnen gaan betekenen. Dat overleg is vruchtbaar geweest. We hebben op een gegeven moment ook Berenschot gevraagd van, nou, als je nou eens naar deze 5 gemeenten kijkt, waar liggen dan de meest kansrijke momenten om te gaan samenwerken en op welke gebieden zou je kunnen gaan samenwerken. Althans, we proberen daar dus echt in die samenwerking met verdieping te maken. Het was mooi geweest als 5 gemeenten elkaar hadden gevonden en dat hier nou 5 burgemeesters achter deze tafel hebben gezeten. Maar Berenschot heeft een goede analyse gemaakt en daar kwam uiteindelijk uit dat zeg maar, de relatie Oudewater-Woerden dusdanig is dat je zegt, nou, als je nou wat doet, dan zou dat in ieder geval een kansrijke relatie zijn. Dat was voor de beide colleges ik zou zeggen, aanleiding om dan aan de gemeentesecretaris te vragen van nou, diep dat nou eens uit. Kan dat dan inderdaad ook? En vorige week, dinsdag, hebben we weer bij elkaar gezeten, de beide colleges. En de gemeentesecretaris hebben verslag uitgebracht. En die zeiden eigenlijk van, natuurlijk, je kunt op ieder klein dingetje weer gaan samenwerken. Dat is op het gebied van sociale zaken. Misschien dat de WMO doet, de gemeente Oudewater nu nog alleen, dat zou je er ook bij kunnen trekken. Dus zijn er allerlei kleine onderwerpjes waar je op kan samenwerken. Maar ik zal het maar even zeggen, managerial, om het aan te sturen als secretaris, is dat onhandig, is dat niet goed? En eigenlijk zeiden de gemeentesecretarissen, als je dan wil samenwerken en je wil daar de efficiëntieslag mee maken, je wil er echt profijt van hebben als beide gemeenten, dan moet je gewoon doorkiezen en dan adviseren wij jullie om gewoon echt dan volledig zeg maar één organisatie ervan te maken. Dat betekent eigenlijk dat we dus 2 colleges hebben, 2 gemeenteraden, 2 zelfstandige gemeenten, laat ik dat ook nog eens even benadrukken, want daar is veel commotie over, maar 2 zelfstandige gemeenten die gewoon als het ware van één back-office gebruik gaan maken. Je ziet het bijvoorbeeld bij de Rabobank ook. De verzekeringen, dat doet het niet de Rabobank Woerden, maar dat leiden ze ook door naar Interpolis in Tilburg. Nou, alle Rabobanken in Nederland doen dat, dus die hebben daar ook 1 back-office. Nou, zo moet je dit eigenlijk ook zien. Er is daar 1 back-office waar beide colleges dan gebruik van kunnen maken. Zodat beide gemeenten, beide colleges en beide gemeenteraden op kwalitatief hoog niveau beleid kunnen ontwikkelen, beleid kunnen uitvoeren en de kosten in de hand houden voor de burgers. Maar dat is een beetje het uitgangspunt. Je ziet dit soort samenwerkingsverbanden wel meer in de landen. Ik noem de Belgemeenten, dat is Blaricum, Eemnes en Laren. Die hebben ook gezamenlijk 1 gemeentehuis, 1 ambtelijke organisatie. Ik heb begrepen dat het zelfs daar zo ver gaat dat er 1 gang is waar dan 3 burgemeesters op een rijtje zitten. Nou, zo ver gaan wij niet, want Oudewater houdt mooi zijn eigen prachtige gemeentehuis. Dat is helemaal niks mis mee. Je hebt ook Ten Boer Groningen, waarbij de gemeente Ten Boer gewoon alle ambtelijke diensten heeft uitbesteed aan de gemeente Groningen. Nou, aan zo'n constructie moeten wij ook nog denken. Hoe dat er verder gaat uitzien, daar moeten we nog over nadenken. En uiteindelijk hebben de beide gemeenteraden het laatste woord. Maar vergeet niet, we doen het voor de burgers om zowel de gemeente Oudewater als Woerden zeg maar, toekomstbestendig te maken. Gelet op alles wat er in de kader van decentralisatie op ons afkomt. Maar ik zou graag het woord nog even willen geven dan aan mijn collega uit Oudewater. Marian, wil je er nog wat aan toevoegen? Ja, dankjewel Hans. Nou, je hebt het nu goed verwoord.
Alleen heb ik nog even meer als aanvulling. Het is heel nadrukkelijk zo dat het een collegebesluit is. De beide colleges hebben besloten om deze weg te gaan. Om uiteindelijk zeg maar, te komen tot één ambtelijke organisatie. En u hebt ook kennis kunnen nemen van de processtappen. Dat wij onze raden zo snel mogelijk een voorstel zullen doen om dit ook te bevestigen. Dat het uiteindelijke doel is te komen tot één organisatie. En dan denken wij, zoals ook Hans heeft aangegeven, aan de voorbeelden in de landen met betrekking tot de belconstructie of het centrumgemeenteconstructie of Terboer Groningen constructie. Maar heel nadrukkelijk ook de raden. En wanneer de raden besloten hebben deze richting ook te willen inslaan, dan zal er een afspraak komen. Tenminste, dat stellen wij voor als college. Raden gaan zelf over hun agenda. Om elkaar te ontmoeten en eens verder te denken en te discussiëren over welke vorm men de voorkeur eraan geeft. Ja. Zoals Hans ook heeft aangegeven, dit traject heeft een voorgeschiedenis. Alle gemeenten in de Lopelijke Waard hebben een bestuurskrachtmeting gehouden. Daarop is een toekomstvisie gebaseerd. En in die bestuurskrachtmeting wordt ook gesteld dat wij onze ambtelijke organisatie moeten versterken en ook onze financiële situatie op orde moeten hebben. Nou, dat laatste, dat hebben wij in Oudewater in ieder geval bereikt door de kerntakendiscussie. Maar als je kijkt naar de verdere toekomst en ook naar de taken die gedecentraliseerd worden, komt er heel wat op ons af. En het is niet alleen in financiële zin en efficiëntie zin raadzaam om met andere gemeenten, maar ik geloof ook als je iedere gemeente, misschien de grote uitgezonderd, raadpleegt, die zal zeggen, nou, er komt zoveel op ons af en het is beter om dat ook gezamenlijk te doen, zeker de taken in het sociale domein. Ja. Maar dat geldt ook voor andere taken. Je ziet in de landen ook dat maatschappelijke organisaties fuseren, grootschaliger worden. Mm-hmm. Nou, daar moet je als gemeente toch ook een antwoord op hebben en daar zul je in dat traject ook mee moeten gaan. Dus heel nadrukkelijk, de colleges hebben besloten, we gaan een voorstel doen aan de raden en die moeten zich uitspreken. En dan zitten we Oudewater ook nog een kant aan. Onze gemeenteraad heeft gezegd, betrek Montfoort erbij. Nou, dat zijn we de serieuze pogingen voor aan het doen. En we hebben ook rond de jaarwisseling nog een overleg met Montfoort, nadat wij een eerste overleg hebben gehad over de resultaten van de gesprekken met de gemeente Woerden. Ja, en Montfoort richt zich meer op IJsselstein en er schijnt een convenant aan te komen. En nou goed, wij kijken waar de raakvlakken liggen, maar Montfoort werkt ook nu in het sociale domein met de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater als het gaat om de WAO en de WBB. Nou, dat wordt allemaal uitgebreid en er komen nog meer taken op dat gebied. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat het antwoord van Montfoort hierop zal zijn. Maar wij doen onze uiterste best om Montfoort er ook bij te betrekken. Ja. De constructie die we natuurlijk eigenlijk kiezen, de beide gemeenten, wordt dusdanig ingericht dat mocht er andere gemeenten zijn die zeggen van nou, dat vinden we interessant, dat die dan ook kunnen aansluiten. En we hopen dat dit besluit natuurlijk zeg maar een omgekeerd evenredig resultaat heeft aan het weer buiten. Hè? Ik wou eens even kijken naar de beide wethouders, of die daar misschien aan mijn linkerhand of die nog iets toe te voegen hebben. Nee, ik denk dat de lijn die aangegeven is heel correct is weergegeven. Ik vind het in ieder geval prettig dat met mijn collega Van Wijngaarden wij samen ook de RO en volksvoorhuisvesting portefeuille hebben. En eigenlijk vanaf dat de nieuwe colleges gestart zijn, komen we elkaar een paar keer per week tegen. Ja, en het gesprek ging er zo vaak over van hoe zouden we dingen samen kunnen doen. En het oogpunt waar wij dan vooral over praten, dat is hoe doen we dat met het groene hart. En het groen in de Lopelijke Waard. En hoe zit dat dan met bedrijfsterreinen. Nou, het zijn allemaal gesprekken die je nog steeds voert met elkaar. Maar het geeft gewoon aan dat er zoveel raakvlakken zijn dat het goed is om krachten te bundelen.
En in ieder geval, vanuit Woerden zitten wij er zo in. En ik weet zeker dat dat voor mijn collega niet anders is. Jammer, wil jij dat? Ja, oké. Okay. Wat Martin eigenlijk aangeeft van het samen optrekken, dat gebeurt al zoveel. En dan ben je al met zoveel terreinen ben je daar mee bezig. Dat je gewoon merkt dat het ook gewoon nodig is, het samen optrekken. We zijn toch een kleine gemeente. Ik zit nu 1,5 jaar als wethouder en ik kom op gewoon bepaalde dingen terecht. Dat ik denk, jongens, wat moeten we hiermee? Wat kunnen we hiermee? We zijn gewoon niet helemaal in staat om dat pool te werken. En als je dan een sterke broer naast je hebt, waarbij je op kan leunen en waar je op kan steunen. Maar ook zo een die waarbij je merkt dat je ook thuis bent, ja, dan is dat goed. Ja? Het is het is een warme vriendschap, mag je zeggen. Maar dan ook op gelijk niveau. Ja? Wij hebben nog iets te bieden ook aan Woerden. Het is niet alleen zo dat wij Woerden nodig hebben. Woerden heeft ook ons nodig. En zodoende kan je met elkaar op basis van gelijkwaardigheid een heel eind komen. En die gelijkwaardigheid, dat vind ik heel sterk. Want Marjan noemde net nog even, financieel echt sterk zijn we niet, maar we hebben het wel op orde. Ja. Dus we zijn echt niet armlastig wat dat betreft. We zijn gewoon een gewone gemeente. Dus we gaan nu onze krachten bundelen om nog sterker te staan in het geheel. En dan alles voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Want daar gaan we voor. Ja. Ik onderschrijf de woorden van de wethouder. Ik moet ook eerlijk zeggen, in dit soort processen moet je geen genadebrood eten, want dan is er een onevenwichtigheid. Ik kijk nog even naar de beide gemeentesecretarissen. Willen jullie nog iets over het proces zeggen? Want uiteindelijk, ja, uit jullie koker kwam het advies. Colleges, neem de stap. Heb de bestuurlijke moed om dit te doen. Ja. Jullie krijgen de schuld. Ja, zo werkt dat. Nou ja, nee, ik denk dat daar voldoende wel over het proces gezegd is. En inderdaad, nu de eerste volgende stap is richting de gemeenteraden. En we zullen Piet en ik hard aan het werk gaan om een uitwerkingsplan te gaan maken. Op welke manier ga je die ambtelijke organisaties nou invullen? Er zijn natuurlijk al stappen mee aan het zetten, omdat, ja, zoals eerder gezegd, dit al op verschillende terreinen wordt samengewerkt. En de eerste stap die we volgend jaar in ieder geval gaan maken, is binnen het sociale domein, op het gebied van onderwijs en welzijn, de zaken al te integreren. Piet, jij nog behoefte aan? Heel ietsjes aan toevoegen. Er is een half jaar geleden een zogenaamde bijeenkomst gehad. En dat noemen wij de Boezemenbijeenkomst. En daar is over een heleboel zaken gesproken. Daar hebben de sectorhoofden bij elkaar gezeten. En hebben onderwerpen geïnventariseerd. Waar kun je op samenwerken? Wat draagt bij aan betere dienstverlening? Waar zijn efficiëntievoordelen te halen? En daar zijn zulke positieve ideeën naar voren gekomen. En zeggen, ja, dat moet je doen, dat kun je doen. Je kunt beeldkwaliteitsaspecten uitleveren. Je kunt samenwerken in ja, OZB, maar dus ja, nou, van alles. En op het gebied van de ruimtelijke ordening, op het gebied van bouwen en wonen. Kortom, er was een heel groot draagvlak. En zeggen, jongens, we zijn vlak bij elkaar. Laten we meer dingen doen, dat biedt voor iedereen een magistraal voordeel. Ja, daar kan ik alleen ambtelijk van zeggen. En ook wat u zegt bevestigen wij natuurlijk ook. De kwaliteit van de dienstverlening die zal ontegenzeggelijk beter worden. Het is goed om niet op een eiland te leven, maar deel uit te maken van een groter geheel. Zodat je de belangen veel beter kunt waarborgen. Want er komt ontzettend veel eraf. Ja. Nou, dat is bijna een emotioneel betoog, zou ik haast zeggen. Ik kijk even aan deze kant van de tafel. Hebben wij het besluit voldoende toegelicht? Anders ga ik naar de andere kant van de tafel vragen. Neem jij de regie in, Carla? Datgene wat alles dan... een beetje voorzitter zijn. Nou, dan kunnen wij ook even vrijelijk... Ja, nee, hartstikke ja. Prima. Ja, tuurlijk. Ik denk voornamelijk aan meneer Smit, want ik ken de Woerdense situatie niet. Bestaat er theoretisch een kans dat de Raad in Woerden er niet mee akkoord gaat? Nee, de Raad van Woerden die zal in dit soort processen zijn verantwoordelijkheid nemen. Ja, u lacht daarbij, maar laat ik zo zeggen, omdat wij natuurlijk zelf ook de positie van wat kleinere gemeenten kennen. U hoort net de wethouder van Wijngaarden. Het is inderdaad zo dat er momenteel echt veel op gemeenten in het algemeen afkomen.
Ik ben zelf ook burgemeester geweest van IJsden. Nou, dat was ook een gemeente van 13.000 inwoners. IJsden in Zuid-Limburg. Dat was ook een gemeente van 13.000 inwoners. En dan had je bijvoorbeeld één ambtenaar die deed onderwijs. Als die ambtenaar ziek was, was de afdeling onderwijs ziek, zal ik maar zeggen. En nou, dan was je buitengewoon gehandicapt. Dus wat wethouder van Wijngaarden zegt, ik herken dat wel. Je bent wat kwetsbaarder als kleine gemeente. Je kunt gewoon ook niet alle kennis en kunde adequaat in huis halen. Want daar hangt ook een prijskaartje aan. Hè. De loonschalen hier in het Woerden zijn toch even wat anders soms dan in wat kleinere gemeenten. Omdat je wat grotere gemeente bent. Daardoor kun je wat meer kwaliteit binnenhalen. En je moet ook niet vergeten, de hele maatschappij die juridificeert. Ik zeg wel eens gekscherend, vroeger kwamen ze met de pet in de hand naar het gemeentehuis. Tegenwoordig nemen ze een advocaat mee. Nou, en daar moet je als gemeente ook een antwoord op hebben. En die argumenten begrijp ik, maar de vraag was eigenlijk meer, hoe liggen de politieke verhoudingen? Nou, dan weet ik dat 7-6 zal zijn. En dat, of misschien wel 7-5, maar in ieder geval een meerderheid. In de Woerden is dat ook zo? Ik durf er een goede fles wijn op te zetten dat we hebben 29 raadsleden, dat 29 raadsleden voor zijn. Oh, dat vind ik wel leuk, hè? Ja. Als een van de raadsleden dit hoort, die denkt, nou, dan stem ik maar even tegen. Dan is die fles wijn kwijt. Dus het is wel een gevaarlijke uitspraak. Maar laat ik zo zeggen, als ik zo even alle politieke partijen langs scan, zullen ze allemaal hun verantwoordelijkheid nemen en zeggen, nee, dit moet je gewoon doen met elkaar. Ja. Andere vragen? Ja, er kwam in het nieuws en toch wel wat kromme redenering naar voren, dat fusie en samenwerking gelijk aan elkaar zou zijn. Dat heeft ook de commotie in Oudewater veroorzaakt. Ja. Heel duidelijk was al aangegeven van tevoren dat daar geen sprake van kon zijn, dat het echt een ambtelijke samenwerking is. Toch haalde u net aan dat er nogal wat emoties naar voren zijn gebracht. Ik richt eventjes naar allebei. Hoe gaan jullie met emoties om als mensen, in dit geval is er een enkeling daar oorzaak van geweest, toch een klein beetje het boekje te buiten gaan? Hoe kun je de emoties beteugelen? Nou, Marianne, mag je? Ja, hoe kun je de emoties beteugelen? Door gewoon de feiten weer te geven. We hebben dat ook getracht in het persbericht en de berichten naar de raad die met elkaar overeenkomen. Dus van ja, de informatie geven zoals die ook feitelijk is. En met mensen in gesprek gaan als ze het verkeerd begrijpen. En proberen om dat toch in de juiste proporties en ook zeg maar zoals wij hebben besloten als college ook weer te geven. Omdat u ook al aangaf, de verhouding is ongeveer 7-5 of 7-6. Dat ligt even wat anders dan de Woerdense situatie, terwijl er in Woerden natuurlijk... Maar daar moet je een onderscheid in maken, Egbert. Als ik daar een korte reactie op mag geven, daar moet je een duidelijk onderscheid in maken. Kijk, ze hebben in Oudewater de partij Onafhankelijke. Ja. Die kan er een politiek item gewoon van maken. Dat is ook hun goed recht. Daarvoor zitten ze ook in de oppositie. Ik heb die meneer ook op Woerden TV gezien. Nou, die zal zeg maar daar zelf ook beelden bij hebben. Hoe hij het zeg maar, binnen andere constructies Oudewater wel overeind kan houden. En het werk wel op kwalitatief hoogwaardig niveau kan doen. Hoe? Nou, daar schiet mijn intellectuele vermogens even tekort, maar hij zal daar best een antwoord op hebben, denk ik. Hij zegt, dat is de ene kant, dat vind ik het politieke, in de politieke arena, zeg maar, de emotie. Die hoort er gewoon bij. Hè? Dat is echt, dan krijg je de emotie van de bevolking. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat je dan even denkt, wat gebeurt er nu? Ja, dat is echt, één ding is duidelijk, de identiteit van Oudewater blijft onverkort overeind. Ze blijven een eigen college houden, een eigen gemeenteraad houden. Alleen, er is gewoon een gezamenlijke back-office. Zo moet je dat zien. Dus men moet daar even iets genuanceerd over nadenken, zal ik maar zeggen. En nou, er zijn ook buitengewoon, daar ben ik eigenlijk mee begonnen en ik wil er ook meteen afstand van nemen. Daar begon ik er ook mee. Er zijn ook ongepaste uitspraken gedaan. Nou, dat werp ik verder van me, want zo liggen die verhoudingen absoluut niet. En er is ook geen sprake van feitelijke fusie, want laat ik zo zeggen, Montfort ligt daar nog tussen. Ja. En ik denk niet dat Montfort gauw beweegt. Dus geografisch grenzen we niet eens aan elkaar. Dus daar is nog heel wat water hier door de Oude Rijn en De Hollandse IJssel moeten stromen. Voordat dat ooit eens een keer tot één gemeente gaat komen. Maar dat is ook het uitgangspunt helemaal niet. Het gaat nu om, nou, zoals de wethouders het ook hebben verteld, kwaliteit, goed samenwerken, de burger goed bedienen en de kosten een beetje beheers behouden en een antwoord hebben op de decentralisatie uit Den Haag. Voldoende, maar dat onderscheid moet je ervan maken. Het hoeft natuurlijk geen uitgangspunten zijn, dat kan ik met deze situatie waar we nu zitten heel goed voorstellen. Het lijkt me wel heel logisch dat het onderzocht wordt, dat er naar gekeken wordt. Er zijn niet voor niets gesprekken gaande met Montfort.
is het wellicht een wens? Is er uiteraard over gesproken? Is er wel bij u al onderling over gesproken en over nagedacht? En zo? Over, ja, wat is over herindelen of fuseren? Ja, in de toekomst? Nee, er is een raadsbesluit genomen en dat voeren we naar uit. En het raadsbesluit luidt intensieve samenwerking met woordenzoeken en mondwoord erbij betrekken. Dat is het gegeven. En dat gaan we verder onderzoeken. Maar dan kijkt u daar niet verder? Herindelen is niet aan de orde. Nee, maar, dat u wel eens verder kijkt van, joh, wat zijn dan nog meer de mogelijkheden? Zeker op korte termijn niet. Ik weet niet hoe het in de verre toekomst is, maar het is nu niet aan de orde. Okay. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het hele college van Moerden. Het is nooit aan de orde geweest ook. Dus een landje pik of zo is absoluut niet. U gaat met 1 juni pensioen, dan komt er een nieuwe volwaardige burgemeester. Precies. Ik neem aan voor een ambtstermijn van 6 jaar. Precies. Er komt een nieuwe burgemeester, ja. Een vaste burgemeester. Aangesteld voor juist. 6 jaar. Ja. We hebben ook een burgemeester die gaat. Nou, we hebben ook een burgemeester die voor 6 jaar aangesteld wordt. Ja, ja, ja. Goed, nee, maar hier gaat het om een nieuwe burgemeester. Ja. Dus, maar dat was in Woerden, wordt er ook weer. Dat zegt in ieder geval iets. Ja. Maar goed, met de verkiezingen die eraan komen over 2-3 jaar, als dit langzaam gerealiseerd is, dan zou het een natuurlijke periode kunnen zijn. Ik zou zeggen, ik ben het inderdaad met burgemeester Ruijgers ook eens. Op termijn, over 10 jaar weet je ook niet hoe de zaken er dan bij staan. Hè? Dan kon het wel eens heel anders liggen. Kijk, als je mij diep in mijn hart kijkt, had het leuk geweest als die 5 gemeenten met elkaar hier aan tafel hadden gezeten. Hè? Dan had je echt een mooie, sterke gemeente geweest. Dan had je ook een mooie partner geweest voor de Stichtse Vecht. Hè? En dan had je ook een mooie partner geweest voor Rondeveen. Want dat is ook allemaal heringedeeld. Dan had je 3 mooie grote. En dan hier misschien in samenwerkingsvorm. En daarboven dan wel zwaar heringedeeld. Maar dan had je toch wat meer kracht als hele regio kunnen uitstralen. En dan had dat SUW wat we destijds hadden, samenwerking Utrecht-West, wat een lichte samenwerkingsvorm was, dat had dan eigenlijk veel sterker naar voren kunnen komen. Maar u kijkt nu diep in uw hart, dan zou het ook kunnen zijn dat dit een mooie eerste stap is daar naartoe. Nee, nog niet. Laat eerst dit proces nou eens even, weet je, dat zijn zulke gevoelige processen, dus ze zeggen wel eens egeltjes vrijen, maar dat is het dit ook. Er komt een hele hoop emotie bij. Laten we stapje voor stapje doen. Ja, dat is echt, maar het moet geen echte nachtenprocessie worden. Dat we 2 stappen naar voren doen en 1 stap terug. Het moet wel een proces zijn dat naar voren gaat. Maar in het tempo waarin het moet. Kijken we naar het ambtelijk orgaan. Dat gaat samen. Hoe ziet dat eruit voor de ambtenaren en het aantal banen en werkplekken en de dingen die daar gemoeid zijn? Kost dit banen in Woerden of Oudewater? Nee, dat laat ik zo zeggen. Je ziet deze beide gemeenten, als die samengaan, heb je 1 ambtelijke organisatie. Binnen een dergelijk grote ambtelijke organisatie, daar vallen altijd weer vacatures. Je hebt een gemiddelde doorloopsnelheid van 7%. Dat ambtenaren naar een andere gemeente gaan, met pensioen gaan, afgekeurd worden. Dus er hoeven absoluut geen vrees voor banen te zijn. Maar dat zou eigenlijk iets meer voor de secretarissen zijn. Want die gaan nu eigenlijk verder kijken van hoe kunnen we dit goed inpassen. Kijk, we zullen natuurlijk wel nadenken als er hier in Woerden een vacature op een bepaalde afdeling is. En er zit een betreffende ambtenaar in Oudewater. Dat je wel even verstandig met elkaar nadenkt. Wat betekent dit? Hè? Moet die ambtenaar alvast hier naartoe komen? Of, het moet een natuurlijk proces zijn. Maar er zullen ook dubbelingen in functies ontstaan. Ja. Nou kennen wij hier gelukkig in het Woerdense, zeg maar, ambtenaren in algemene dienst. Dus die kunnen ook weer flexibel elders ingezet gaan worden. Maar er zullen dubbelingen ontstaan, ja. Nou, dat is 1 voordeel. Alle ambtenaren bij ons hebben al dubbele functies, dus... Dat mag niet veel. Ja, dat is helemaal bedankt. Die zijn veelzijdig al. Die zijn veelzijdig, ja. Kunt u iets zeggen over die fasering? Hoe snel dat gaat in de tijd? Nee, dat proces dat moet nu echt helemaal door de gemeentesecretaris ingericht gaan worden. Nee, ook dat doen we gewoon rustig aan. Wel overwogen. Je moet daar die gemeenteraden bij betrekken. De colleges hebben nu dit besluit genomen. Het is nu het woord aan de gemeenteraden van, nou, kunnen jullie hiermee instemmen? Als die dan ja zeggen, want je kunt nu al over allerlei dingen gaan speculeren of al heel hard gaan werken. Als die gemeenteraden daar in februari zeggen, nou, liever niet, hè, wat ik niet verwacht. Ja, dan ben je dus nu al zeg maar, voor de vaak bezig en dat moet je gewoon niet doen. Dus even rustig alles in tijd zetten. Hi. Ja. Hi. Want ik hoorde net van nou, op de grote broer van Woerden leunen. Andersom, Oudewater heeft nog niets te doen, maar wat is dat? Nou, zal ik reageren bijvoorbeeld? Ja, je hebt het gezegd. Als ik kijk naar onze afdeling RO, ja, dan kan ik zeggen dat wij een hele sterke afdeling hebben. En dat daar best wat te halen is en dat daar wat van te leren is. Ja, en zo zullen er, laat ik zo zeggen, dit vind ik een heel duidelijk voorbeeld hierin. Ja? En dan als ik mijn collega over zijn afdeling hoor, dan denk ik, nou, daar kunnen we elkaar wel goed mee helpen.
En ik denk dat je ook gewoon mag zeggen, wij zijn nog een volwaardige gemeente. Dus wij kunnen ook op een volwaardig niveau met elkaar spreken. Precies. En daar moet je van uitgaan. Het is niet zo van, we komen ons uitleveren, totaal niet. Nee. We gaan in gesprek met elkaar en we gaan kijken hoe we het beste eruit kunnen halen. En net zoals als ik dan zie van bijvoorbeeld jeugdzorg, als er op je afkomt, nou, dan ga je wel een beetje achteruit te deinzen van hoe moet je dat handelen. Kunnen we trouwens geneesmoeder en oude water samen ook aan? Dat is zo groot. En dan kom je weer op dat SUW-verband terecht. Die kant wordt heen gedacht ook. Dan. Maar ga gewoon met elkaar aan de gang. Ja, u had het zelf al aan van, ik kan me voorstellen dat er een veel bredere samenwerking nodig is dan deze. Hoe gaat u dat dan organiseren? Nou, wij sluiten dat ook niet uit. We hebben dat onderschreven ook. In het rapport Berenschot wordt daar ook van gezegd, op strategisch niveau, de samenwerking in de lopen kwaad zoeken. Dus het feit dat wij intensief gaan samenwerken met Woerden wil niet zeggen dat wij de anderen uitsluiten. Integendeel. Wij zullen steeds die samenwerking in de lopen kwaad blijven zoeken, als het gaat met name om dit soort onderwerpen. Je hebt ook meer massa, hè, als je gaat samenwerken. Je opereert in grotere gehelen en dan zijn Woerden en Oudewater brengen meer massa in. En dus dat is ook een strategisch voordeel in alles wat op je afkomt. Ik ben een willekeurige inwoner. Ik hoor langskomen naar een samenwerking, dan is het geen fusie. Maar ik vraag me af, waar moet ik nou heen voor mijn rijbewijs, voor mijn paspoort? Hoe zien jullie dat voor je? Komt er een afgeslankt kantoor in Oudewater? Ga je afdelingen verdelen? Wij kunnen daarover filosoferen. Maar het is een punt van uitwerking. Ja. Maar ik stel me zo voor, Hans die noemt het woord back office, dat er front offices zijn. Waar mensen gewoon lokaal bij het loket terecht kunnen. En er blijft ook altijd een staf van ambtenaren op het stadhuis. Mag ik het voorbeeld nou eens noemen van de Ronde Venen en Apkoude? Daar hebben ze een half jaar een busje laten rijden. Nou, dat busje reed daarvoor niks, want iedereen uit Apkoude die reed wel zelf naar Meidrecht toe om zijn paspoort te gaan halen. Dus dat hebben ze ook weer opgegeven een half jaar, want het was gewoon niet noodzakelijk. Is de wereld zozeer veranderd dat een beetje koopwatervrees is? Laat ik zo zeggen, als je nu inderdaad ziet met de ICT, je kunt gewoon zeg maar, thuis achter je computer, op het moment dat je het jezelf past, al is het midden in de nacht, kun je gewoon je dingen binnen de gemeente Woerden regelen. Nou, dat gaat dadelijk daar ook gebeuren. En dat is ook wat de gemeentesecretarissen zeggen. Dan die kwaliteit van dienstverlening, die gaat erop vooruit. Ja, maar dat is volgens mij wel een wezenlijk verschil. Want we hebben het hier over twee los van elkaar ook nog verder doorfunctionerende gemeenten. En dan Koude Ronde Venen. Dat is een heel andere situatie waarbij men al veel eerder die samenwerking heeft gezocht. En men heeft doelbewust aangestuurd op het bundelen van krachten op één locatie. En deze twee locaties blijven voor de werk, zojuist goed begrepen, hoop ik toch los van elkaar functioneren. Het stadhuis van Oudewater was heel mooi, hoorde ik de burgemeester zeggen. Ja. Waarschijnlijk zal burgemeester Verrijd zal het overvoeren. Daar wel een andere mening over hebben. Nou, dan deel ik die mening ook nog met haar, hoor. Ik vind deze zaal wel mooi. De gemeentehuizen blijven los van elkaar functioneren. Dat was net al duidelijk gezegd. Dus de inwoners van Oudewater hoeven niet te denken dat ambtelijke samenwerking feitelijk toch een fusie is. Nee, dat moeten ze echt niet denken. Kijk, daarom zei ik al, die belgemeenten hebben daar wel voor gekozen. Eén gebouw, en dat zei ik je net al, daar zitten drie burgemeesters op één gang. Nou, het is ook wel charmant, hè? Het is wel gezellig ook, lijkt me wel. Dat is echt, we hebben toevallig hier nog een kamer leeg staan, dus de burgemeester kunnen we onderdak bieden, maar ja, dan zit nog met de wethouders. Nee, die gemeentebesturen moeten gewoon daar zitten waar ze horen, gewoon bij hun bevolking, klaar. En het is echt een back-office, zoals Marianne het ook net zei. Heren, dit waren de vragen. Als ik kijk naar de voordelen. Die zullen per gemeente op een bepaalde manier verschillen. Er zit natuurlijk een overlap in zijn. Als ik kijk naar Woerden, waar liggen op korte termijn, maar misschien ook op lange termijn, de grootste voordelen die te behalen zijn? Dan sluit ik eigenlijk aan bij wat de gemeentesecretaris van Oudewater zei. Dit is ook gewoon het massa maken. Je wordt gewoon als organisatie weer wat sterker. Voor ons is het natuurlijk ook, ondanks dat je een gemeente van 50.000 inwoners bent, heb je in je ambtelijke organisatie altijd nog wel plekken zitten waarvan je zegt, nou, dat had nog wel ietsje sterker gekund.
Wij doen bijvoorbeeld ook de hele automatisering van Lopik. Dat is misschien nog wat minder bekend. Maar dat wordt vanuit dit huis geregeld. Dat betekent dat wij bij onze afdeling automatisering daar ook weer een extra FTE, want dat betaalt Lopik gewoon verder. Daar kunnen we dus zelf zeg maar, met een extra FTE ook weer versterken. Nou, zo zijn we dus dadelijk ook in andere, op andere onderwerpen ook weer versterkingen mogelijk. Grotere kennis en kunde kun je gewoon bundelen. Dus echt het massa maken wat we doen. En hoe verdeelt u het matig saldo dan? Ieder houdt zijn eigen begroting. Nee, ieder houdt zijn eigen begroting. Alleen in die uitvoeringskosten inderdaad, daar zal de voordeel in zitten. Ja. Maar daar ga je dus ook FTE's winnen. Daar ga je. Op de ja. Die uitvoeringskosten zullen lager zijn. Maar dat betekent dat, ik zal maar zeggen, dat Oude Water het geld wat zou Den Haag krijgen, dat ze wat minder in FTE's hoeven te steken, maar misschien wat meer in beleid. Ja, met die decentralisatie, je krijgt taken, dan heb je ook weer meer mensen nodig. Dus hoe het allemaal gaat uitpakken, dat is nog even, met name... Jij is koffiedik uit de rij, de decentralisatie impulsen krijgt u. U weet altijd dat we verrast worden met de korting. Het zal nog een helft job worden om al die taken die op je afkomen. U kunt ook nog denken aan de regionale uitvoeringsdienst. Hoe ga je daar strategisch mee om? Daar moet je massa voor hebben. Je moet aan kwaliteitscriteria voldoen. Dat geldt voor Woerden, dat geldt voor Oude Water. Hoe kun je daar creatief op inspelen om de dienstverlening aan de burger te behartigen en blijven doen wat je feiten moet doen? U weet ook dat als er gedecentraliseerd de taken gaan over, maar er komt minder geld. Dus je hebt al mensen nodig, überhaupt, om het te kunnen doen. Vergist u zich daar niet in. De dynamiek die erin zit en wat er op ons afkomt, dat is zo allemachtig veel. Daar moet je massa, kennis, kunde voor hebben om die taken op een goede manier te kunnen behartigen. En dat zal nog een hele grote inspanning worden. Echt. Dat denk ik ook wel. Voldoende zo, heren? Ja. Oh, sorry, Harry. Oh nee, excuus. Ik had Karin de regie gegeven, moet ik niet zelf de regie overnemen. Nou, in verlenging hiervan, je hebt natuurlijk ook kans dat er een soort pseudo of tweede provincie ontstaat. Hoe kijkt u daar tegenaan? Tweede provincie. Ja, nee. Je kunt zo'n groot samenlevingsverband gaan creëren van bepaalde taken. Mini-provincie. Nee, laat ik zo zeggen. Dat er een heel nieuw bestuursorgaan ontstaat. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is meer inderdaad dat je met z'n twee, als je je krachten bundelt, dat je stem wat beter gehoord wordt. Dat zag je ook met de samenwerking met de brandweer. We hebben met een aantal gemeenten Brandweer de Waarde. Daar zat IJsselstein dan niet bij, maar we hadden Brandweer de Waarde. Dat was ook zo'n heel intensief samenwerkingsverband. En dat betekent wel, op dat moment waren we het derde korps, geloof ik, van de provincie Utrecht. Dus dan heb je wel wat in te brengen en dan wordt er wel naar je geluisterd op onderdelen. Nou, zo moet je dit eigenlijk ook zien. Twee gemeenten die zo intensief samenwerken, dat betekent wel dat in plaats van met een gemeente van 50.000 inwoners, hebben ze nu met een gemeente van meer dan 60.000 inwoners te maken. En ben je dus inderdaad ook een meer gelijkwaardige, getalsmatig gelijkwaardige gesprekspartner met Stichtse Vecht bijvoorbeeld. Of met de Ronde van Heen. Ja, maar het is ook het praktische facet. Hè. Ik wil bijvoorbeeld één voorbeeld noemen. De gedeputeerde van R.O. die kwam naar Woerden toe. En toen hebben wij gewoon afgesproken, Martin, ik kom bij jou op visite ook. En zodoende gaan we dat precies met z'n tweeën aan. Nou ja, dat is wel een hele praktische instelling. Terwijl Bart Krol eigenlijk niet genegen was om naar Oude Water alleen te komen. Dus ja, dan... Ja. Gewoon hele simpele, hele simpele dingen, maar die wel zo aan de dijk zitten. Nou hoor ik her en der bij gemeenteraadsleden nog wel wat verbazing, wat verrassing van zijn ze al zover, om zo eens te zeggen. Had u niet op een eerder moment dat willen moeten voortsluiten met de raden? Nee. Of lag het van binnen de opdracht van onderzoek en intensief zijn? Ja, hoor. Ja. Op een gegeven moment... is dan de teerling geworpen en dat is dan afgelopen dinsdag zijn we tot de conclusie gekomen. Nu zijn we zover dat we dus met elkaar dit naar buiten kunnen gaan brengen. Het is ook een groeiproces geweest. Ik heb net al aangegeven dat eigenlijk vanaf de start van deze collegeperiode wij in ieder geval als wethouders elkaar in het veld regelmatig tegenkomen. Het is een groeiproces, er wordt meer over gepraat, er wordt over nagedacht enzovoorts. En binnen ieders college is er natuurlijk wel degelijk zijn er gesprekken geweest van hoe doen we dat. En hoe kijken we ernaar? Nou, en in dit proces was het dus nu zover. Nu kan het naar buiten en nu zijn we zover dat we ook handen en voeten er echt aan kunnen geven. Ja, en dat ook zeg maar onze algemeen directeuren, zowel Oude Water als Woerden, zover zijn dat ze zeggen, ja, we hebben voldoende handvatten om het tot een geheel te maken. Nou, het heeft de raden steeds op de hoogte gehouden. Er wordt nu een opdracht gegeven voor een
onderzoek naar één organisatie. Nee, maar die opdracht die komt uit de raden zelf, ja, hoor. Ja, okay. Wij voeren het raadsbesluit uit. Wij voeren het raadsbesluit uit. En wij koppelen dit ook terug naar de raden. Het is een collegebesluit, nogmaals, heel nadrukkelijk. En wij koppelen dit terug naar de raden en de raden moeten zich daarover uitspreken. Ja. En het moet ook aangeven welke vorm men daarvoor kiest, welke constructie. En voor Woerden geldt dus ook dat het in het coalitieprogramma staat. Zoek de samenwerking in de regio West op. Ja? Daar staat niet bij hoe we dat moeten doen, maar ga uw gang. En er zijn veel contacten, moet ik eerlijk zeggen, tussen fractievoorzitters van de beide gemeenten. Niet alleen naar, richting Oudewater, maar ook Montfort. Die fractievoorzitters die treffen elkaar natuurlijk ook en die bellen elkaar natuurlijk ook op. Dus die houden elkaar ook op de hoogte van de ontwikkelingen. En misschien, deze zegt van onverwachts, ja, onverwachts is het niet. Het is natuurlijk al jaren wordt er om elkaar heen gedraaid. En net wat er ook gezegd werd, de rapporten die zijn van ga nou eens aan de gang en ga nou eens één richting op en zo. En als college van Oudewater hebben wij ook heel duidelijk vanaf het begin gezegd van laten we nou eens duidelijk zijn en niet dan bij de een, dan bij de ander, dan weer bij de volgende, gewoon duidelijkheid creëren. En het is constant een draai om de hete pap heen geweest. En nu wordt er een stap gezet, nou ja, is de college eens een keer daadkrachtig, hè? Precies. Kunnen we nog net kort een Montfort liet u naam vallen? Hoe staat u daar maar beide in? Is dat nog iets wat u ambieert, waar u zich hard voor gaat maken? Dat u zegt van nou, het zou toch fijn zijn als in de toekomst zij hier kunnen aanschuiven of meedoen? Of zegt u van nee, het is op een langere baan. We gaan nu even focussen op onze samenwerking. Nee, heel nadrukkelijk, zoals ik ook heb aangegeven, zijn wij in gesprek met Montfort. Hmm. En het is een oriënterend, aftastend gesprek. Omdat zeg maar de richting die Montfort in wil, richting IJsselstein is. En wij hebben heel nadrukkelijk gekozen voor intensieve samenwerking met Woerden. Als je kijkt ook naar het rapport Berenschot, daar blijkt dat we zo duidelijk waren. Maar omdat Montfort ook al in het hele sociale domein, WMO, WWW, in ons verband functioneert, hè, met de vier gemeenten, lijkt het ons ook goed om de eerste stap hen daarbij te betrekken bij de verdere uitwerking. En wellicht ook in de verdere uitwerking, maar er komen nog gesprekken over. En Montfort heeft natuurlijk in de richting van Woerden altijd aangegeven, ja, maar wij zijn helemaal georiënteerd op IJsselstein. Onze bevolking gaat daar naartoe. We hebben helemaal niks met Woerden, dat is zo broos. Ja, misschien Linschoten dan nog, maar Montfort is echt een IJssel. Ja, dat hoort meer bij IJsselstein dan in een samenwerkingsverband met Woerden. Wat bedoelt u dan met Linschoten? Nou, Linschoten, als ik daar de signalen. Ja, je krijgt wisselende uit de bevolking, laat ik zo zeggen. Er zijn twee waarheden, zou ik zeggen. De bestuurlijke waarheid en de waarheid vanuit de bevolking. Als je met Linschotenaren en met andere Montfortenaren spreekt, zeg je ja, nee, wij zijn toch wel wat meer georiënteerd op het Woerdense. Linschoten met name dan ook. Maar het bestuur van. En ja, die spreken toch namens de hele bevolking. Die zeggen, nou nee, het is toch echt het IJsselsteinse waar we voor kiezen. En we gaan nu ook een convenant doen. Dus ze gaan dezelfde stap als het ware zetten, misschien op een andere manier inrichten. Maar dezelfde stappen gaan zij zetten samen met IJsselstein. Nou, ik vind dat ook een goede ontwikkeling. Ja, ik heb maar één vraag. Geen ambtelijke samenwerking. Leidt dat ertoe dat je straks ook in Oudewater op afspraak als inwoner terecht moet bij de ambtenaren, net als in Woerden? Of gaat Woerden straks op de Oudewaterse manier te werk, zodat je gewoon binnen kunt stappen bij elke ambtenaar waar je wil zijn? En kortom, wordt het minder persoonlijk of wordt het meer op afspraak? Nou, we hebben een loketfunctie en dat kan iedereen en dat blijft ook zo. En er is ook een afsprakenmogelijkheid met een ambtenaar als je zaken wil doorspreken. En de dienstverlening blijft zo. Ja. Alhoewel zal natuurlijk ook heel veel de digitale dienstverlening toenemen. Precies. Ja. En hier blijven we gewoon op afspraak werken, omdat dat buitengewoon goed bevalt. En dat betekent openingstijden van 9 tot 5. Hè? Want je kunt hier de hele dag niet terecht. Nee, in plaats van vooral twee verschillende geluiden. En dat zal straks één worden. Dat wordt allemaal één. Let op, dat wordt prachtig. Dank. Daar hebben we alle vertrouwen in. Ja, ik kijk even op mijn horloge. Ja. Eén laatste vraag. Ik denk dat het hele proces afgerond te hebben. Dus even van, nou, nu is het. Nou, ik kijk eens even naar de gemeentesecretaris. Het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja, dat precies. Is. We krijgen straks een opdracht die moet uitgewerkt worden. Om er nu al op te preluderen, dat is weinig zinvol. Nou, laat me iets ondeugends zeggen. Het zou mooi zijn als je voor de verkiezingen van 2014 klaar bent.
dat een nieuw college, zeg maar, nou, in een opgemaakt bed komt. En nee, hebben deze colleges hebben toch de bestuurlijke moed gehad om het bed op te maken. Eens? Ik vind het een heel mooie beeldspraak. Ja. Dank u wel. Ja. Bedankt. Jullie ook bedankt voor de komst. Heb je informatie of nieuws voor de redactie? Mail dan naar redactie@woerden.tv.